Dan ben ik weer. Boy had mij vanmiddag dus gezegd dat hij vanavond dus komt. En ik heb gevraagd, ik mag het vloggen. Super tof dat jullie kijken vandaag naar deze nieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Vandaag is het woensdag. Ik ben net pas terug. Het is te doen buiten. Het is lekker met de zon. Het is wel fris, maar het is lekker met die zon. Daarvan dit soort weer hou ik dus. Als het wel fris is, maar een lage temperatuur is, maar wel met zon. Dat vind ik wel lekker. Het geeft me een beetje het gevoel van dat het al een beetje lente aan het worden is. Maar het is het nog lang niet, maar... ik ga dus vandaag ook dus voor jullie vloggen. Vandaag is het dus ook Valentijnsdag. Mijn vriend Boy stuurde mij een hele lieve bericht vanmorgen of toen straks via WhatsApp. Ik zal het dus er even erbij pakken. Dan kunnen jullie het even zelf zien. Ja, jullie hebben Boy nooit gezien op Happy Valentine, my love. En dat was dus wel leuk eigenlijk, dat hij dat gedaan heeft dus. En vorig jaar was het zo het geval, als verrassing. Ik zat op mijn kamer hier, rustig op mijn laptop, dingen te doen. En in één keer krijg ik een appje van hem. Ja, Miranda, ik ben in Wageningen. Ik sta buiten, denk ik. Ik dacht, je loopt een geintje te maken, je loopt met mij te ouwehoeren, maar niet dus. Het was dus echt zo dat hij dus buiten stond. En dat zei ik toen straks net ook al. Van wist je dat nog vorig jaar voor de deur bij mij stond? Stond bij mij. Ja, hij schreef, dat was even schrikken voor je. En zie je nu sloop het voor mij. Haha. Ja, haha, schreef ik. Ik weet niet of het nou vandaag ook zo zou zijn. Maar in ieder geval, abonneer en doe een duimpje omhoog. En ja... Ik heb ook net mijn scooter even met benzine weer volgegooid, want dat moest ook gebeuren, want de tank was bijna leeg. Ja, bijna leeg. Hij moest in ieder geval kon wel bijgevuld worden, dus dat heb ik even gedaan. Alleen ik zat straks te denken wat ik vandaag zou gaan eten bij de soep, maar ik had vissticks nog liggen en hier broodjes, maar omdat ik erwtensoep gaan eten. En erwtensoep vult nog best wel soms. Dus ik denk dat ik er niks bij doe. En omdat het zout is, dan ga ik er niet nog iets extra's bij eten. Dat zullen ze misschien raar vinden. Maar ja, in die erwtensoep zit er van alles en nog wat in. Dus dat bedoel ik. En er staat gevulde. Dus weet je, dan ga ik het niet nog iets extra's bij eten. Ik heb nog wel 2 broodjes. Maar ja... Die eet ik vanmorgen gewoon morgenochtend gewoon op. En een andere ook, die vrijdag. Dus ja, het is wel belangrijk dat ik dat even ga doen. Daarna ga ik zo meteen ook dus even relaxen. Ik moet mijn kamer en de was moet ik ook nog doen. Dat moet ook nog gebeuren. Ja, dat doe ik elke woensdag onderhand. Zoveel bijzonders is het voor jullie onderhand niet meer. Maar ja, dus ik... Ik ga dat straks even doen. Ik moet zometeen ook straks een vlog editen. Of ja, ook video eigenlijk leren. Ik denk eerder dat ik die video doe. En dan de vlog kan we morgen. Kan ook, want ik zie wel wat ik doe. Ja. Dat ga ik dus doen. Ik ga hem zometeen deze trui uittrekken. Een andere broek aan. En dan was aanzetten. Tegen een uurtje of 1:30. Zoiets. En dan ga ik ook mijn kamer doen. Zoveel hoef ik dus aan mijn kamer niet te doen. Dus dat scheelt weer. Dus dat ga ik straks even doen. En dan zie ik jullie. Dan ben ik weer. Boy had mij vanmiddag dus gezegd dat hij vanavond dus komt. En ik heb gevraagd, ik mag het vloggen. Super fijn dat hij dan vanavond komt. Want ja, het is natuurlijk tenslotte Valentijnsdag. En ik heb de was staat omgezet naar de droger. Vlog staat nu te renderen van die van gisteren. Nee, ik merkte dat ik gisteren dus gevlogd had. Een Boy app net. Hij zei dat we het weekend kunnen vieren, een beetje kunnen vieren. Maar ja, dan is er ook geen begeleiding. Dan is er niemand hier. En ja, weet je. Dan ben ik in Wageningen hier. Dan ben ik niet in Renkum. Dus ik weet er nu vandaag al komen. dit weekend heb ik geen tijd. Ook zaterdag moet ik dingen regelen voor zondag. Dus weet je, daar heb ik er ook geen zin in. En zondag wil ik ook, zaterdag wil ik een rustdag hebben. Omdat ik zondag ook al druk heb. Dat ik dan een dagje wegga. Hij is online, mooi. En dan pak ik even ondertussen door drinken. Dit drinken is zo lekker. Er zit geen suiker, zo koolzuur in. Ja, er zit wel suiker. Hey. Oh, volgens mij ben ik klaar met rennen. Mijn laptop doet snel, niet normaal. Nou, verwacht ik dat het heel lang zou gaan duren, maar niet dus. Trouwens, ik moet binnenkort toch weer terug naar de dokter. Want voor die enkel. Ik kreeg gisteren last van mijn enkel. En niet zo'n klein beetje. Want ik zat gewoon rustig. Even dingen op mijn laptop te doen. Even kreeg ik pijn. Een pijnafval in mijn enkel. Dus ik baal er dus wel weer van. Want ik kwam gisteren ook best wel veel gedaan. Dus dat is eigenlijk ook mijn schuld. Maar in principe zou die enkel gewoon over moeten zijn. En niet meer pijn doen. En toch doet hij nog zeer. Dus ik vind dat wel een beetje raar. Ja, dat hij dus zeer doet. En zeer blijft doen. Dus ik vind het wel jammer. Want het is in december gebeurd. Het is nu februari. Dus nagaan. En zo lang pijn blijft doen is niet echt normaal. Nou, Boy appte net. Hij heeft toch voor gekozen om toch zaterdag te komen. Ik zei eigenlijk zaterdag geen tijd had. Ik zat toch te denken dat hij dan zaterdag toch kan komen. Maar dan wil hij ook mee eten. Dus dan zaterdag ook dat hij ook dan mee eten. Maar dan moet ik even bekijken wat we gaan eten. Dus ja, dit Boy komt dus niet. Ik had gezegd dat hij kwam, maar niet dus. Vloggen ze met hoor. Nou, dan ben ik weer. Het is 8 uur geweest. Ik heb de was eruit gehaald. Ik heb ook gegeten toen straks. Het was lekker. De restantje kipmadras, wat ik gisteren dus ook op had. Had ik net ook weer op. Vanavond. Het was lekker. Boy is dus niet gekomen. Dat zou wel, maar het komt zaterdag dus. Zaterdag gaan we ook heel iets leuks doen. Samen. Dat zie jullie dan wel in die vlog. Dus ja, ik ga dus met hem dan zaterdag iets leuks doen. Morgen moet ik ook weer werken. Ik weer vroeg mijn bed uit. Dus ja, dus ik hoop bedankt voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer je beneden op mijn kanaal. En dan zie ik je morgen bij een nieuwe vlog weer.